Hey, fuck you, sinaasappel. Serieus. Dat is de reden waarom ik jullie soort nooit lekker vind. Ik vind appels veel lekkerder. Zie dat maar als een discriminatie, sinaasappel. Maar toch, we blijven ons best doen. We blijven onze goede moed erin houden. En we gaan niet reetje. Want reetje, dat is echt buiten mijn niveau om. Buiten mijn niveau om. Kom op. Yo mensen van Doe Maar Gamen. Super awesome dat jullie nog maar kijken naar deze nieuwe video hier op Doe Maar Gamen. In deze nieuwe video ga ik samen met jullie Food Monsters spelen. Food Monsters is een game die geloof ik nog niet eens zo heel erg lang geleden ontwikkeld is. En die geloof ik oorspronkelijk voor een mobiele telefoon is gemaakt. Maar ik ga hem dus nu voor jullie spelen op het internet. En ik heb er super veel zin in. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. We gaan gewoon lekker beginnen. Ik weet niet precies wat voor short game het is. Ik heb hem namelijk nog niet echt eerder gespeeld. Ik weet in ieder geval wel dat je kan vliegen of zo. Ik weet het niet helemaal precies. Maar zoiets heb ik wel begrepen ervan. En het is een soort van rage game. As far as I know. Dus dat gaat waarschijnlijk weer gieren en brullen worden. Laten we gewoon lekker gaan beginnen met Food Monsters. Ik ben namelijk enorm benieuwd hoe deze game in zijn werking gaat. Dus laten we lekker gaan beginnen. Play. Oké. Ik ben denk ik dit groene mannetje. Nu is natuurlijk nog de vraag van, oké, je kunt dus met je linkertoets en je rechterpijltje kun je bewegen. Of eigenlijk nog meer vliegen. En ik denk dat de bedoeling van deze game vrij simpel is, namelijk het vermijden van die appeldingen. Oftewel van de Food Monsters. Nou, ik denk dat het wel voor de bakken moet komen. Ik heb deze game, zoals ik al verteld heb, niet eerder gespeeld. En dat zien jullie al wel, want ik ben nu al bij het tweede level dood. Ik weet niet precies of dit het tweede level is, maar dat lijkt mij niet geval wel. Ik weet trouwens niet of het de bedoeling is of ik die puntjes pak. Ik denk het eigenlijk wel. Dus laat ik dat sowieso even gaan proberen. Oh shit, dit is echt super moeilijk guys. Ik weet het nu al. Oh nee, dit gaat een chaos worden. Ik kan dit niet. Ik zie het nu al wel. Dit gaat echt super moeilijk worden. Oké, nee shit. Ik moest alleen nog maar dat ene. Nee, kom op. Ik wil hem gewoon even pakken. Ja, nice. Nee, oké, kom op. Ik moet proberen al die puntjes te pakken. Want als ik namelijk al die puntjes heb, krijg ik waarschijnlijk een hogere score. Dus come on. Oké, weet je, fuck de puntjes. Fuck de puntjes. Ik ga gewoon lekker door naar het volgende level. Waarschijnlijk is het toch niet nodig om de puntjes te pakken. Dus dan pak ik ze gewoon liever niet. Oh mijn god, ik ben pas bij level 3 en nu kom ik nog niet eens langs het eerste monstertje heen. Kom op, Job, you can do this. Ik geloof in mezelf. Oké, ik geloof niet in mezelf. Ik geloof in de game. Laat ik het daarop houden. Let's go. Oh shit. Dit gaat waarschijnlijk echt een chaos op zich worden, jongens en meisjes. Ik moet zeggen, tot nu toe vind ik het al wel een grappige game. Het is een beetje een rage concept, om het even zo te zeggen. Het is heel leuk om te spelen, maar je gaat er uiteindelijk denk ik wel van ragen. Met zo'n heel vrolijk liedje op de achtergrond. Maar ik moet zeggen, zoals ik al zei, ik vind het tot nu toe vrij episch. Ik moet alleen even kijken hoe ik hier voorbij kom. Kom op, joh. Dit is pas level 3. Ik weet niet hoeveel levels er zijn. Maar ik denk dat er aardig wat zijn. Dus ik moet toch echt wel verder weten te komen dan waar ik nu ben. Kom op, ik kan dit. Ik heb hier jarenlang voor getraind. Ook al ken ik deze game pas sinds vorige week. Ik heb namelijk nog niet echt de tijd gehad om voor jullie te gaan spelen. Maar dat wou ik dus wel super graag doen. Niet rage, Job. Kom op. Het is geen Cap Mario. Het is geen Unfair Mario. Het is geen Swing Cop. Dus het is gewoon een hele awesome game. Waarbij je moet ontkomen aan boze appels. Ja. Nee! Ik ga niet schelden, want dat is namelijk naast mijn niveau. Come on. Ja. Nee. Hoe de fuck kan het dat ik geraakt word terwijl ik hem niet eens raak? Oké, misschien raak ik hem wel. En is dit puur de ontkenningsfase, maar toch. Nee, kom op jongens. Dit is toch gewoon fucking moeilijk. Het is super episch, maar ja, come on. Nee. Come on, we can do this. Ik geloof in mezelf. Ik geloof in jullie als kijkers. Ik geloof in deze boze groene appels. Oh, en ook paarse appels. We komen nog niet eens langs de groene appels heen. Terwijl ze altijd zeggen dat de groene appels het makkelijk zijn. Oké, misschien zeggen ze dat niet. Maar misschien heb ik dat zelf bedacht om mezelf wat moed in te praten. Nee, come on. Dit moet toch niet, dit kan toch niet zo moeilijk zijn? Dit is pas level 3. Wat gaat hierna dan wel niet allemaal komen? Als ik dit al moeilijk vind, hoe moeilijk gaat het dan wel niet worden als ik veel verder kom dan dit? Oké, let's go. Wacht, misschien moet ik gewoon elke keer een tussenstopje nemen. Nee, dat kan ook niet. Ofwel, kan, het moet kunnen. Je glijdt door, kijk maar. Ja. Ja, ik heb het gehaald. Nice. Oh mijn god, jongens en meisjes. Weer een levensdoel overwonnen. Of bereikt, is net hoe je het wilt noemen. En nu moeten we schijnbaar gaan vechten tegen sinaasappelen. Hopelijk kan ik die ook ontkomen. Ik denk het eigenlijk wel. Let's go. Ik zal me niks verbazen als dit makkelijker is dan degene die ik net deed. Maar ik heb zo flauw vermoeden dat dit ook echt super moeilijk gaat worden. Je doet dat namelijk met je linkertoets en je rechtertoets. En ik ben altijd gewend om naar boven te gaan met de bovenste toets. En naar onder met de onderste toets. Dus het is voor mij ook even een kwestie van wennen. Ook al vind ik de besturing wel fijn. Ik weet niet. Ik vind het wel een chille manier van besturen. Oké, dit level was serieus makkelijker dan het vorige level, to be honest. Dit level was echt makkelijker. Maar misschien doen ze dat gewoon om me voor de gek te houden. Misschien doen ze dat gewoon omdat ze me dan... Ze proberen me gewoon moed in te praten. Oké, deze gaat waarschijnlijk echt super moeilijk worden. Dat is meestal zo, hè, in rage games. Het eerste level is altijd super moeilijk. Het tweede level is heel makkelijk. En dan is het derde level weer heel moeilijk. En dan is het vierde level is weer bijvoorbeeld heel makkelijk. Het lijkt alsof ze je gewoon elke keer wat moed willen inspreken. En daarna in één keer weer die moed uit je hart trekken. Als een soort van iets. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, ik kan gewoon niet eens goed op mijn commentary letten wanneer ik deze game speel. Dit is gewoon super moeilijk. Oké, come on. Nu.
Nee, blijf dan gewoon fucking stilstaan op dat paaltje, weet je. Dan kan ik namelijk even rustig bijkomen van de hevige strijd. Come on, we can do this. Ik geloof erin. Ja. Ja, oké. Nice, ik ben nu hier. Nee. Ja. Ja. Ja, het lukt. Oké, niet geraakt worden nu. Nu gaat het super lekker. Ik wil nu echt niet geraakt worden. Ja, nice, we hebben hem gehaald. Oké, cool. What the fuck? Nee, dat wil ik niet. Hoe de fuck moet ik daaraan ontkomen? Nee, fuck. Ik denk van ik ga hem letterlijk gewoon in 3 keer proberen halen. Maar schijnbaar bleek niets minder waard te zijn. Oké, we kunnen dit wel, jongens en meisjes. We moeten proberen de goede moed erin te houden. Niet geraakt te worden door boze bananen en appels en dingen. Er zijn geen eens bananen, maar dat interesseert me niet. Ik moet het toch wat spectaculairder maken dan het al is. Maar nu snap ik waarom kinderen een hekel hebben aan fruit en groenten. Dit is gewoon de reden waarom niemand houdt van fruit en groenten. Het is gewoon fucking moeilijk om eraan te ontkomen. Nee, fuck you, sinaasappel. Serieus. Dat is de reden waarom ik jullie soort nooit lekker vind. Ik vind appels veel lekkerder. Zie dat maar als een discriminatie. Sinaasappel. Ja, nee! En natuurlijk moet de appel dan in één keer weer arrogant gelopen doen. Zo van, hey, ik ben een groene appel. Ik ben veel beter dan de rode appels. Nou, fuck jou, groene appel. Ga er trouwens ook met levend, want dan ben ik namelijk wel screwed. Nu. Ja, nice, ik heb hem gehaald. Oké, ik wist dat ik het kon, of zo. Oh, meloen. Meloen vind ik wel lekker. Ik moet eerlijk toegeven, als je mij vraagt, Job, welke fruitsoorten vind je lekker? Druiven en meloen. Dus als deze meloen mij iets gaat doen, dat rijmde. Dan hoef ik nooit meer nog een keer meloen. Fuck jou, meloen. Ik hoef geen meloen meer. Ik vind alleen nog maar druiven lekker. Druiven en granaatappels zijn ook wel chill. Oh, dat skills, though. Het leek er heel even op alsof ik het goed deed, maar niet bleek minder waard zijn. Oh, shit. Nee, come on. Oké, nice. Nee. Serieus, appel, kan je me nou weer niet even in mijn waarde laten? Je moet me natuurlijk gelijk weer pletten onder jouw bestaan of zoiets. Ik weet het ook niet, kijker. Ik moet gewoon proberen in leven te blijven. Oké, nice. Ja, oké, dit gaat moeilijk worden. Nee! Hoe de fuck? Go home. Go home by yourself, motherfucker. Maar hoe de fuck moet ik dat halen? Seriously. Als hij elke keer naar boven en naar beneden gaat, kan ik er toch nooit normaal tussendoor komen? Of ligt het aan mij? Het zal weer aan mij liggen. Het ligt altijd aan mij. Ja, het is nu of nooit. Ik wou net zeggen, want ik moet heel snel zijn. Dit is echt iets wat je gewoon moet kunnen of wat je gewoon moet leren, weet je wel. Het is gewoon een soort van Flappy Bird 2.0, maar dan met fruit. Het is eigenlijk gewoon een gezonde Flappy Bird of zoiets. Ik weet het ook niet. Ik heb geen idee wat het moet voorstellen. Ik vind het in ieder geval wel een super epische game, daar moet ik eerlijk in zijn. Hij is alleen echt super moeilijk en het is echt een game waar je uiteindelijk fucking hard van gaat ragen. Dat was totaal geen rage. Ik bedoel, noem je dat een rage? Dat is gewoon even wat stofjes van mijn keyboard verwijderen. Dat moet ook gebeuren. Ik moet mijn keyboard natuurlijk ook wel een beetje in zijn waarde laten. Die moet natuurlijk ook wel schoon blijven. Come on. Ja, oké. Oké, cool. Ah, nee, man. Dat is toch super moeilijk. Hoe de fuck moet ik langs die twee appels daar komen? Het is wel alsof ze zich samenspannen tegenover mij. Zo van, hé, daar heb je die gekke jongen van Doe Maar Gamen. Laten we hem even pletten in ons bestaan. Ah, nee. Het is zo moeilijk. Het draait echt allemaal om timing. Het is gewoon 99% timing en 1% YOLO. En samen geeft dat jou de ultieme strategie om dit te halen. Ja. Nee! Oh my god, ik was er zo dichtbij. Als die opening iets groter was geweest, that's what she said, had ik het sowieso gehaald. Geloof me. Oké, misschien is het voor jullie meer zo van eerst zien dan geloven. Kan ik me voorstellen, want jullie hebben mij waarschijnlijk wel eerder rage games zien spelen. En dat ging ook niet altijd even goed. Dus misschien denken jullie daarom nu van, ja Job, blijf maar praten met je grote gaten en brede borsten. Wat? Nee, kom op. Fucking vervelende appels. Fuck jullie. Ik ga, wanneer ik voortaan boodschappen moet doen, dan zorg ik ervoor dat ik nooit meer fruit meeneem. Fuck fruit, serieus. Ik hou alleen nog maar van groenten. Kom op, laat me nou eens een keer met rust, appel. Heb je me niet vaak genoeg opgewacht naar school en in elkaar geslagen met je schil en geplet met je steel? Ik heb geen idee wat ik allemaal uitkraam, maar ik moet proberen. Deze is niet heel moeilijk. Zo. Oké, alsjeblieft. Hier kan ik wel langskomen. Dit is niet heel moeilijk. Dit is gewoon een kwestie van... Nee, ga weg. Serieus, Job. Met volle snelheid op een appel af. Wie doet dat nou weer? Ik doe het zo weer. Ik leer er ook gewoon niet van. Een ezel stoot zich niet 3 keer tegen dezelfde steen. Nou, deze ezel wel. Kom op, jongens en meisjes. Dit is gewoon echt een drama eerste klas. Als je zeg maar hier groep 8 hebt en hier de eerste klas, dan zit het drama in de eerste klas. Een drama eerste klas. Oké, mijn grappen worden er niet beter op wanneer ik me gefrustreerd voel. Come on. Het is zo moeilijk om daar langs te komen. Geloof me, kijker. Misschien ziet het er vanaf dit van jullie perspectief zo uit van... Pff, kom op, Job. Kan je dat niet? Het is nog niet zo moeilijk om een appel te passeren. Nou, geloof me. Het is voor mij nog nooit zo moeilijk geweest om een appel te vermijden. Eindelijk. Nee! Oh, loser. Je bent zelf een loser. Stond er nou loser? Er stond loser. Oké, let's go.
Nee, kom op jongens en meiden. Ik weet hoe die moet. Dat is het erge. Ik weet hoe die moet, maar ik doe het niet goed. Kom op, laat me nou eens een keer met de rust. Ik heb jullie toch ook niks aangedaan? Oké, misschien heb ik jullie short meerdere malen opgegeten in het leven. Maar ik moet ook overleven. Ik ben ook gewoon een carnivore. Wat eigenlijk iemand is die vlees eet. Dus ik ben ook gewoon een herbivore. Ik moet ook leren leven van fruit. Aha, kom op, laat me nou alsjeblieft met rust. Moet ik nou serieus gewoon dit elke keer gaan spelen voordat ik er een keer doorheen kom? Ja, jij gaat nu even die kant op en niet naar mij toe. Ah, nee man. Dit is fucked up moeilijk, geloof me. Ja? Wat als ik gewoon even hier blijf zitten? Come on. Nee! Fuck you, serieus. Ik heb gewoon geen zin meer in fruit. Na deze game hoef ik nooit meer fruit te hebben. Ik ga gewoon fucking scheur bij krijgen. Maar toch gewoon geen fruit eten. Ja, ik weet hoe die moet. Hij moet speedrunnen. Hou je bek met je lol. Je bent zelf één grote lol. Oké, maar dan die overvangen door een L. Of door een U. Wat? Oké. Nee, waarom komen jullie in één keer met z'n drieën? Is dat normaal? Zo van, hé, daar heb je een zielig groen jongetje. Laten we met z'n drieën erop afgaan en dan gaan proberen te vermoorden. Nee, dit kan toch niet op deze manier? Dit is toch gewoon de definitie van onmogelijk? Als je in het woordenboek opzoekt, onmogelijk staat er food monsters halen. Het is gewoon echt een onmogelijk iets. Ja, eindelijk. Oh ja, natuurlijk. En dan moeten er weer druiven komen. Want daar hou ik van. En dat gaat gelijk mijn hele lust voor druiven weghalen in het leven. Dit is ook echt super moeilijk. Let maar op. Nee. Ik moet mezelf eerst laten vallen, denk ik. Oh mijn god. Oh shit. Ik ben alleen nog blij dat het niet met benzine en zo gaat. Dan was ik namelijk zo nu en dan waarschijnlijk mijn benzine kwijt geweest. En dan was het alleen nog maar moeilijker geweest dan dat het nu al is. En nu is het al fucking moeilijk. Ik kan me ook niet voorstellen dat er een wereld bestaat waarbij food monsters nog moeilijker is dan dit. Maar toch, we blijven ons best doen. We blijven onze goede moed erin houden. En we gaan niet ragen. Want ragen, dat is echt buiten mijn niveau om. Buiten mijn niveau om. Kom op. Ah, shit. Oké, let's go. Kijk, ze gaan zo. En dan moet ik heel snel gaan. Ja. Nee. Nee. Ja! Ja, nice! Ik dacht heel even dat ik net doodgemaakt werd voor de finish. Maar niets bleek minder waard te zijn. Oké, deze is makkie. Deze is easy peasy. Oké, ik neem mijn woorden terug. Door die sinaasappel is niets easy peasy meer in het leven. Oeh, hoe de fuck moet je dat doen? Dit is echt fucked up moeilijk. Want als je hier namelijk langskomt, dan moet je hier blijven hangen. In die kleine opening tussen die twee sinaasappelen. Dat is helemaal moeilijk. Oh, mijn stem sloeg er gewoon even van over. Mijn stem die kan dit niet handelen, guys. Oh my god, jongens en meisjes. Dit is gewoon echt een drama op zich. Ik bedoel, fruit en jetpacks en groene jongens en gras en natuur en gele balletjes die verdomd veel lijken op chips of condooms. Het is net waar je het op vindt lijken. Het is net hoe jouw gedachtegang in zijn werking gaat. Alleen deze game is gewoon echt de definitie van reetje, moeilijk, maar toch wel tof. Ik vind het een leuke game, dan moet ik eerlijk zijn. Ik vind dit toch wel het is gewoon wat uitgebreider en leuker dan bijvoorbeeld een game zoals Flappy Bird. Want er gebeurt gewoon superveel in. Maar oké, let's go. Oké, speedrunnen kan dus niet. Dus laten we dat maar even van onze bucketlist afstrepen. Oh man, dit is echt super moeilijk. Het draait allemaal om concentratie en dingen en iets wat ik niet heb. Geduld. Ik denk dat ik hem weet. Ja, ik weet hem. Je moet, wanneer die appel naar boven gaat, moet je er echt fucked up snel tussendoor. Dat is echt gewoon bijna onmogelijk, maar never say never of zoiets. Ja, dit kan echt niet op die manier. Ja. Oké, stay calm. Neem een slokje van je ijsthee, want ijsthee helpt tegen reetje. Oké, misschien heb ik dat zo net bedacht om wat meer moed te krijgen, maar dat interesseert me niet. Waarom heb ik hier überhaupt tandpasta liggen? Ik heb geen idee waarom ik tandpasta op mijn bureau heb liggen. Oké, let's go. Ja. Oh! Wat heb ik zojuist gedaan? Deze ijsthee, jongens en meisjes, is mijn reddende engel. Ja. Hoe de fuck moet ik dit doen? Nee! Nee! Vind ik niet leuk. Come on, ik wist eindelijk hoe die moest. En dan moet die fucking vervelende appel daar zo van, hey, ik ben een fucking vervelende appel. Weer heel fucking vervelend doen. Misschien is dat daarom ook zijn naam fucking vervelende appel. Oké, kom op. Ja? Nee, fuck you, appel. Serieus. Hopelijk komt er een worm in je en word je verrot. Ik weet niet of dat een belediging moet zijn voor een appel. Of gewoon een compliment. Want dan wil iemand hem als huis hebben. Maar fuck die shit. Nee, fucking mandarijn. Is het überhaupt een mandarijn of is het een sinaasappel? Ik ga uit van een sinaasappel. Maar ja, ze zijn allebei oranje en allebei kut. Dus ja, weet je, dat is niet echt een groot verschil. Oh mijn god, Job. Je had je nog zo voorgenomen in het begin van deze video dat je niet zou gaan ragen. En wat doe ik? Helemaal niks. Ik blijf rustig. Ik blijf heel rustig zelfs. Ik bedoel, ik heb hier tandpasta en een pot met vaseline en ijsthee. Dat is toch gewoon het beste leven.
Nee, fucking sinaasappel. Jongen, weet je hoe vaak ik jou al gedronken heb in het leven? En nog steeds ondankbaar lopen doen. Fucking Nederland heeft jouw kleur gekozen als vertegenwoordigende kleur. En wat doet meneer de sinaasappel? Die doet fucking ondankbaar. En natuurlijk moet meneer de appel er ook weer even bij komen als één fucking arrogante klootzak. Nou ja, jongens, ik dank jullie voor het kijken van deze Fruit Monsters video. Als je er nou van genoten hebt en jij denkt van Job, ik wil jou meer deze Rage Games zien spelen, dan kun je deze video natuurlijk even een blauw duimpje geven. Daarnaast kun je natuurlijk ook even abonneren op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen voor meer video's als deze. En dan zie ik jullie graag terug. Maar misschien wel de volgende aflevering van Fruit Monsters of gewoon een andere Rage Game. Dan voor het kijken. En zeg ik, later mensen.